rust, reinheid, regelmaat. Er staat hier wel een bezoek van Hare Majesteit de Koningin op het spel. Is er nog hoop? Mijn Franse tante Gazeuse. Katootje. Katootje. Super idee. Funaise. Goedemorgen, Tekelenburg. Droogbaak is de meest beschaafde gemeente van uw land. Dat willen wij graag zo houden. Dag, dagboek. Ik vind het jammer dat Klein Konijn niet meer bij ons woont. Maar gelukkig woont hij wel vlakbij. Mijn oom OJ heeft een geheim hok gemaakt in de sokkel van het ontplofte standbeeld. Dat leek een prima plekje. Dag, Klein Konijn. Maar we wisten niet dat het standbeeld van M.I.G. zo snel alweer gemaakt zou zijn. Het duurde tot laat in de avond voor het beeld weer op zijn sokkel stond. Ik moest eigenlijk al lang in bed liggen, maar ik kon niet slapen. Ik was bang dat mijn geheime kleinkonijn ontdekt zou worden. Gelukkig was alles in orde. Klein Konijn zat nog steeds veilig in een sokkel. De ochtend van de onthulling stond ik al heel vroeg op om Klein Konijn eten te geven. Gelukkig mocht ik mijn ooms struikpak lenen, want er waren meer mensen vroeg op. Wees niet bang, Klein Konijn. Wordt een drukke dag. Mijn vader gaat het standbeeld onthullen. Maar als je stilhoudt, gebeurt er niks. Slaap lekker. Dag. Het leek wel of iedereen vroeg uit de veren was. Mijn tante Gazeuse was ook al aan het werk. Ze was bezig met haar trouwjurk. Katoentje, het ontbijt is klaar. Dat décolleté, wat vind jij nou? Het lijkt me wat bloot voor een bruiloft.
Ik denk dat... 7:30. We zitten hier wel voor ons ontbijt, ja? En kan dat lustobject weg? Ik vind het onsmakelijk en ongepast bij daglicht. Zegt ik, 7:30, zeg ik, eitje zakt. Het is geen zondag, hoor. Wat is het toch weer gezellig, Barend? Ik zeg wel niks meer in mijn eigen huis. Een gezellig kopje warme thee. Ik heb het wonderen. Oh, merci, merci. Hé, maar Martine, wat vind je nou? Te bloot of niet? Ja, voor de zomer kan het wel, denk ik. Maar het worden toch niet van die, ik zal maar zeggen, voorbillen. Voorbillen? Nee. Maar spik en spandag valt toch in de lente, hè? Ja. Nou, dan kan het prima. We hebben namelijk ons huwelijk op spik en spandag gepland. Dat leek ons zo feestelijk. Jour de spik en span worden wij vrouw en man. Wat een goed idee, hoor je dat, Barend? Ze gaan op spik en spandag trouwen. Ha, dat lijkt me uitgesloten. Burgemeester Korsjes heeft dan wel wat anders aan haar hoofd, dunkt me. Dat is waar ook. De koningin komt dan op bezoek. Hoe kon ik dat nou vergeten? Hoe kon ik dat nou Het is een brief van het stadhuis. Ach, belangrijk nieuws van de burgemeester. Dat kan alleen maar voor mij zijn. Het is voor tante Gezeuze. Dank je, Katootje. Ondanks de festiviteiten rond Hare Majesteit de Koningin is het ons toch gelukt uw huwelijk op spik en spandag in te plannen. Was getekend burgemeester Korsjes! Waar zijn ze nou in godsnaam mee bezig? Ook dat nog! Attentie, attentie! Burgers van Europa! In verband met de weersomstandigheden is de feestelijke onthulling van het standbeeld met 2 uur vervroegd. Snel, snel, we moeten omkleden. We hebben nog maar een uur. Champagne! Oh, leuk. Wat staat hier toch goed, die jurk? Ik vind hem stom. Ja, we hebben nu geen tijd, Katootje, dus die jurk staat leuk. Oh, wat een leuke jurk. Ik vind hem zo saai. Hé, Breizel? Nou, ik vind het een hele leuke jurk, hoor. Maar hij mist inderdaad nog iets. Ik vond mijn feestjurk zo saai. Draai je nog eens om? Ik wou dat ik een jurk met kantjes had. Kantjes vind ik zo mooi. Kantjes. Er ontbreken kantjes. Mijn tante snapt tenminste iets van kinderen. Hopla, zo. Zo. Nou. Kijk. Zo werd mijn jurk pas een echte feestjurk. Met. Godfried van bouillonblokjes! Ruik jij wat ik ruik? Brigadier Kluif. Dit is onmiskenbaar de geur van een burgemeesters bitterbal. Je hebt een burgemeesters bitterbalvlek in je overhemd. Martine, mag ik 1 kleine vraag stellen? Waarom heb je mijn overhemd niet gewassen? Dit overhemd is gewassen, Barend. Alleen die hardnekkige vlek is blijven zitten. Een vlek? Ik hoor toch niet een vlek, Martine? Ja, maar zo kan u toch geen beeld onthullen? Een uitblinker in een besmeurd overhemd. Nou, dit is typisch iets voor een wetenschapper. Geef mij even mee. Het is mijn enige witte overhemd. Nou, dan laat het toch zo, Barend. We hebben geen keus, Barend. We zijn aan de wolven overgeleverd. Kleine Katootje, experimentje. Extraordinair. Oh.
drie seconden. Ja, het is klaar. Hoppa. Ja, 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 ja. Een vlek verdwijnt als Leo voor de zon. Sneeuw. Als Leo voor de sneeuw. Ja. Goed. Kijk. Zend je aan een fluit. Mijn oom als jij zo'n hele goede uitvinder. Rock. Onder dit doek staat een beeld als een blok. Keihard van steen en gehakt uit één brok. Is het modern of is het barok? Wat zal het zijn? Een mens of een dier? Een man of een vrouw of een koe of een stier? Is het van staal of gemaakt van papier? Ik zal het doen met veel plezier. Is het abstract? Of stelt het iets voor? Je kan er omheen, erop of erdoor. Dan is dit zijn oog of is het zijn oor? Waar zijn dan die uitsteeksels voor? Nou? Dit is een flop, ha, dat is een feit. Tering, wat is dit slordig gekleid? De artiest had zeker niet genoeg tijd. Hoe raken wij dit misbaksel kwijt? Nou? Hoe raken wij dit misbaksel kwijt? 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Onder dit doek staat een beeld als een klok. Is het modern of is het barok? Dat is de gok, gok. Ja, is het modern of is het barok? Dat is de gok. Yeah, yeah, yeah. De gok. De gok, de gok. De gok, de gok. Luister mensen, is het modern? Nou, oh jee, voor de draad ermee. Monumentje. Ah, ik denk het is klaar. En ja. Lekt in orde. Ja, gedaan. Zend je wel een fluitje. Oh, dank u. Hey. Wat heb jij nou aan? Heeft tante Gezeus gedaan. Mooi, hè? Oh, staat je heel mooi. Hey, wat heb ik toch een knappe dochter. Godzijd van bouillonblokjes. Wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? O jee, je wordt bedankt. Graag gedaan. Centje van een fluit. Mijn enige witte overhemd. Paard, het spijt dat ik het zeg. Maar van jou mag ik nooit witte overhemden kopen. Omdat je dan van die aanslag in je bordje krijgt en dat staat zo onverzorgd. Ik verwijt je niets, Martine, lieverd. Ik zeg alleen maar dat dit mijn enige witte overhemd is. Kom maar eens mee. Dit varkentje zullen wij wel eens even wassen. Jij bent mijn lekkerste bekje. Lekker bekje, oje. Maar nu even niet. Hoor. Waar blijven ze toch? We moeten nu toch echt weg? Jongens, hoogste tijd!
Beter iets dan niets. Oh, het is een wonder. Ingezetenen van Drogbaak. Het is mij een grote eer de onthulling van het gerestaureerde standbeeld van een grote vrouw als M.I.G. bij u te mogen inleiden. Voor ik echter het koord overhandig aan de quizwinnaar, mag ik u voorstellen aan de restaurateur van het beeld. Zojuist ingevlogen uit onze hoofdstad. Ruudje Vos, kunstenaar. Wat ziet die man er stuitend onverzorgd uit. Barend, dat is een echte kunstartiest. Een bijzonder mens. Die man die leeft in de klei. Oh, zo had ik het nog niet bekeken. En dan geef ik nu het koord aan uitblinker Tecklenburg. Het is je moeder niet, Tecklenburg. Je moet wel trekken, hoor. Samen staan we sterk, Tecklenburg. Vele handen maken licht werk. Staat u mij toe, burgemeester? Mijn idee, ja. Mijn idee, extraordinair. Octrooi idee. Hé, hey, Tekelenburg, modekoning. Ouais, super, voyez. Zo sterk. Arme klein konijn. Een hok in de sokkel was misschien toch niet zo'n goed idee. Klef, doe iets. Van Zanten, je hebt toch altijd zo'n telefoontje? Bel om hulp. Zet hem op, jongens. Mevrouw Tecklenburg, er zijn hier ook dames in het spel. Wel een beetje op uw woorden letten. Zet hem op, jongens. En meisjes. Kluif, doe iets. Ik zweet hier peentjes. Maar dit is overduidelijk een driedubbele mas voor burgemeester. Een of andere onverlaten heeft op schaamteloze wijze de onthulling willen saboteren. Oh. Inwoners van Drogbaak, dit is een buitengewoon ernstige zaak. Dit vraagt om een gedegen onderzoek. Kluif. Te alle tijden uw trouwe dienaar en speurneus, burgemeester. Ik verzoek u allen rustig op uw plaatsen te blijven. Geen paniek. Kluif, ga uw gang. Ik zal niet rusten voor de onderste steen boven is.
Merci. Dat is de plek voor de lekkere bekje. Hallo? Ben je daar eindelijk, mijn jongen? Ik ben uw jongen niet. Wie had u willen spreken? Van Zanten, mijn zoon. Ogenblikje. Het is voor jou, Van Zanten. Je moeder. Ja. Ja, ik kan u niet spreken, moeder. Ik hou u op. Wat deed die telefoon daar, Van Zanten? Ja. Ik geloof dat wij eens flink bij moeten praten. Op het bureau wel te verstaan. Oh. Beste mensen! En dan nu de echte onthulling. De heer Tekelenburg, mag ik u nogmaals verzoeken... Iedereen vond het een mooi beeld, maar ik vond er niet veel aan. Het zag er precies zo uit als eerst. Saai. Klein konijn, ik ben het. Heb je honger? Nu is een lekker worteltje. En zo kwam alles toch nog goed. En hoef ik me geen zorgen meer te maken over klein konijn. Maar misschien zorgt mijn oom OJ ervoor dat alles toch weer anders gaat. Sommige dingen weet je niet, die kun je niet weten en die zal je niet weten. Mijn Franse tante.